stil, hè? Ja, we zitten dan eindelijk aan boord van de Tesla Model S. En ik zeg eindelijk omdat, ja, we kijken al heel lang tegen prototypes aan, al heel lang tegen aandrijflijnen aan. En we hebben, Tesla heeft zeg maar best wel heftige claims neergelegd van, het wordt echt de meest premium, fantastische auto die er is. En je kan er 500 kilometer elektrisch mee rijden. En één ding kunnen we vandaag in ieder geval niet testen, is of die 500 kilometer absoluut klopt. Maar deze auto heeft helemaal geen volle accu en ik kan nu nog 111 kilometer. Er is, nou ja, mijn gepatenteerde rijstijl natuurlijk speelt daar wel een kleine rol bij. Dat het waarschijnlijk nog wel langer zou kunnen. En jullie kunnen misschien wel herinneren dat ik in Genève bij een Tesla Model S stond. En toen was ik echt niet onder de indruk van de afwerking en dingen die nog niet werkten en zo. Ik ga hem nu proberen dicht te doen. Ik hoop dat er alles heel blijft. No? Oh, sorry. Nou, dat is in ieder geval opgelost, want ja, dit voelt wel gewoon als een volwassen auto, een stevig, degelijk genoeg, aantal hele mooie dingen, zoals een touchscreen, ja, dit is echt fantastisch en het werkt ook gedeeltelijk. Dit is een Amerikaanse auto, dus we kunnen zeg maar webbrowsen, navigatie, daar heb je 3G-verbinding voor nodig en dat doet het nu nog even deze auto niet, maar goed, straks voor de Europese versie natuurlijk wel. Ja, qua interieur minder spectaculair dan ik eigenlijk in mijn hoofd had. Touchscreen wel, maar de rest is redelijk ingetogen. Ik zou bijna claimen, een Audi is misschien nog wel wat mooier, spannender, maar niet per se degelijker of iets dergelijks. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het rijden. En ja, indrukwekkend. Indrukwekkend snel ook. En dat kan ook bijna niet anders, want ja, elektromotor, koppel vanaf nul. Ook goede samenwerking denk ik dan maar met tractiecontrole en de vermogensafgifte. Dus je trekt niet met rokende achterbanden weg, maar wel heel snel uit de startblokken. 4,6 seconden is geloof ik opgegeven, acceleratie naar de 100. Nou, ik geloof het zo. Maar het voelt in ieder geval heel snel aan. Ook gewoon rijdend op de snel. Als je dan even gas geeft, hoeft niet geschakeld te worden, want we hebben maar één versnelling. Koppel, die is er gewoon altijd. Ja, dan gaat hij wel van zijn plekje. Ja, en dan het geluid. Het is toch gewoon heel erg stil binnen. Alhoewel je dan wel weer andere geluiden wat meer gaat opvallen. Een soort brommetje. Combinatie van de banden en de elektromotor. Maar Tesla heeft ook wel wat dingen moeten oplossen. Bijvoorbeeld de ruitenwissermotoren, speciaal ontwikkeld voor de Model S, omdat dat geluid zou je anders veel meer gaan opvallen. En dan komt de hamvraag eigenlijk, is het wat? Nou ja, absoluut. Qua spektakel om te zien misschien wat minder dan, is het de concurrent? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar de Fisker, Karma, die ook veel spectaculairder uiterlijk heeft. Model S veel meer ruimte, maar dan ook echt veel meer. De 7-zit variant, die zou er ook nog moeten komen, hoewel dat dan wel weer van die stoeltjes zijn die de verkeerde kant op wijzen en in ieder geval in de buurt van de kreukelzone zitten. Maar bijvoorbeeld ook voorin gewoon nog een enorme ruimte waar je ook nog een kratje bier kan verstoppen, dat je vrouw er niet eens achter komt dat je die gaat opdrinken 's avonds. Dat is toch wel handig. Enige nadeel wat je nog steeds houdt, ja, de actieradius is heel goed, maar ja, als je hiermee naar Zuid-Frankrijk wil rijden, dan zal je toch 1,5 keer moeten opladen. Dat duurt minimaal een uur. En zelfs met die Tesla superchargers, dan duurt het een uur. Ja, staat er net eentje voor je, dan sta je 2 uur te wachten. Dus dat is nog een soort infrastructuur issue wat dan zou moeten worden opgelost. Aan de andere kant, misschien moet je dan maar met het vliegtuig gaan. Of misschien moet je dan maar een vakantieauto hebben. Ja, en dan de prijs, die weten we nog niet. In Amerika $57.000 voor de basisversie. Dit is de performance versie met grotere accu. En dan kom je op $100.000. Ja, wat die in Europa exact gaat kosten. Denk dat bedrag in euro's en dan misschien nog er iets bij. Dat is in ieder geval niet heel goedkoop. Het zal niet voor iedereen zijn. En dat is misschien wel de enige echte kritiek die blijft plakken die je kunt hebben op deze auto. Van ja, heel mooi. Alleen de doelgroep is wel heel klein. Maar verder, voor normaal dagelijks gebruik, behalve die vakanties, kan je hier eigenlijk gewoon alles mee.
En het voelt stevig genoeg en degelijk genoeg om niet zeg maar, bij de eerste bocht of drempel uit elkaar te vallen. Dus wat dat betreft, veel van mijn zorgen zijn weggenomen.